Wat voor kar is het die? Dat is een Cadillac. Een Cadillac sterker is een donkie. Waar is sterker? Maar zij sterker is een trein. Vaan in zijn trein. Wie is hij? Een kind wat in een man zijn lijf vastgesteken en 7 jaar uitgebleid, terwijl zijn lijf aangroei en een man wordt. Ledigheid is die duivelse oorkussing. De Bijbel sê ook zo. En vreemd, altijd vreemder tussen mensen blijft. Wat is je vader zat? Ons het nie geweet wat om daarmee te doen nie. Ons kon nie, want ons het net jammer gekry en verwerp sonder verstaan. Is daar fout met jou? Wat? Jou pramme val uit. Bybel sê, eer jou vader en jou moeder. Ma is lang al dood en jou tyd lê net om die draai. Jou tande begin al uitval. En nes ou vrouk weg is, gaan ek iets omtrent van doen. Kalm daar met die vertaler. Wens dan die oom Frik dood. Dokter sal nie met sy naald na by oom Frik kom nie. Hulle gaan jou kom vat en jou op die trein sit. Maar luister as jy so aangaan. Hy is 'n gevaar vir die ganse dorp. Los die arme man tog uit. Hy pla niemand nie. Los hom, mag dat is dokter se vrou nie. Sy het jou niks gemaak nie. Voor al die mense vat jy daai ding se kind voor jou vrou sin. Hy's nie 'n ding nie, hy's 'n mens soos ek en jy. Ons laat toe sê dit is mos toppies te voer. Seker dis vir jou lê. Ja. Ja, dokter. Dis dokter seker ons doen die regte ding. Heere, wees die arme soldaat genadig. Hulle weet nie wat hulle doen. Een kind se onskuld het ons openbaar wat ons regtig is. Aan onszelf en aan mekaar. Die uitbuiters, die jammer krijgers en die rechtvaardigers. Mag van sy trein kry. Mag hy maar. Oh, dit doet die donders lijken.